Goedenavond wederom. Welkom bij PVV-TV. Presentjes voor vluchtelingen. Gerda, ik zie dat je weer zit te mokken. Vertel, kom op met de draad. Ik vond het gisteren uitermate irritant dat je opeens besloot om pompoensoep uit te delen en dat ik niet naar de Sinterklaasintocht van Meppel mocht gaan van jou. We zouden pompoensoep uit gaan delen en zo'n grote pan, dat kan ik echt niet in mijn eentje dragen. En mijn dochter is dus moeilijk lopend. Dus die moet je ook niet met een pan pompoensoep laten lopen. Die gaat er door de hoeven en die beugel gaat er los. Maar ik laat mij door niemand mijn Sinterklaasintocht afnemen, ook niet door vluchtelingen. Goed, maar je hebt dus een leuke Sinterklaasintocht in Meppel gehad? Ja. Nou, dat is toch fijn? Nou, behalve die vervelende moeders die me dan op de schouder kloppen en dan vragen of ik even wil bukken, omdat hun kinderen het anders niet kunnen zien. Dan denk ik, hallo, ik heb toch ook recht op een Sinterklaasintocht? Toch ook een vrouw? En ik wil ook alle bekende Nederlanders... Ook alle bekende Nederlanders. Welkom bij PVV, Presentjes voor Vluchtelingen. En dan bedoel ik echt alle bekende Nederlanders die zeiden dat ze vluchtelingenhuis zouden nemen. Alle bekende Nederlanders die dat zeiden. Ja. Dankjewel, Gerda. Wij zijn daar wel een beetje van geschrokken dat zoveel BN'ers... BN'ers? Ik noem ze BL'ers. Bekende losers. Grote bek dat ze van alles zouden doen voor vluchtelingen. Maar nee hoor, als het puntje bij paaltje komt, laten ze het gewoon afweten. Wij zijn natuurlijk geen bekende Nederlanders. Hoewel, door PVV-TV worden we af en toe wel herkend op straat. Gerda nog? Ja, bij de groenteboer hadden we even leuk contact met Marga Bult. Nou, die me anders nooit herkend hoor. Maar nu opeens zei ze dat ze jaloers was om mijn visagie. Marga Bult. En Gerda... Wie doet jouw visagie? Ja, jij. En dan moet ik zeggen, wat is je geheim voor je visagie? Ik zou je zeggen, mijn geheim voor visagie, alles gewoon zonder bril doen. Alles doen zonder bril, maar wel met een visie. Visagie met een visie. Ja. Maar we gaan even met een andere bekende Nederlander bellen. En ik heb hem te pakken kunnen krijgen, althans als hij opneemt, Bassie. Onze kinderkloon, Bassie. Waarom Bassie? Nou, gewoon omdat we willen weten of Bassie als kinderkloon ook iets heeft gedaan aan vluchtelingen. Nou ja, volgens mij heeft hij helemaal niks getekend of... Ja, volgens mij heeft hij... Nee. Maar mijn moeilijk lopende dochter is zo'n enorme fan van Bassie. Vooral zijn mondharmonica. Daar wordt ze heel rustig van. Oh, ja, ze is heel erg van... Ja. Hallo, Bassie. Met Annemieke Tollens en Gerda Park van PVV TV. Nee, ik moet helemaal nergens dit van. Ik heb al de troostkompas. Nee, we willen jou vragen, Bassie. Heb je met vluchtelingen compassie? Ja, alles is voor compassie. Maar wat bedoel je nou, joh? Zie je nou op tv met die grote dikke kop? God, wat heb jij veel schminkop, zeg. Jou mijn zusje kunnen zijn. Bestie. Als ik zo'n kop had, dan zou ik ook op een bootje in de richting Griekenland gaan varen. Nou, ik ga nu lekker kimmelig eten en trekken. Dagjes, allemachies, dagjes. Lelijke wijf, joh. Oh, het is echt heerlijk om die humor van Bassie weer te horen. Jij vond dat leuk? Dat je over mij zei dat een dikke kop met te veel schink. Ja, dat was een goede grapje hoor. Grapje? Ik vind het heel raar wat je doet. Nou, we hebben in ieder geval wel veel hulp gehad van onze lokale BN'ers die in de pres zijn gesprongen. Henk Weygaard bijvoorbeeld heeft 4 vrachtwagen autobanden beschikbaar gesteld voor vluchtelingkinderen waar ze ook lekker in kunnen schommelen en zo. Dat was, dat was ook niet echt een succes hoor. Ja, dat was een groot succes. Die kinderen vonden het echt geweldig. Oh ja, vrees. En wat riep jij tegen mij toen ik lekker even in de autoband wilde schommelen? Wat zei jij? Wat riep jij? Nou... Gerda, dat was echt een grapje. Oh, je hebt de humor van Basje ook zo goed door. Wat zei je dan tegen mij toen ik daar lag, toen ik in die band? Wat riep je? Ik riep als grap. Zet hem op, Bokito. Bokito. Gerda, ik heb het zo niet bedoeld. Het was echt bedoeld als een nou, grapje. Nou, iedereen kon het horen, hoor. Iedereen kon het horen. Gerda, dat waren vluchtelingen. Die kunnen geen Nederland verstaan. En toch lachten ze gewoon. Ja, omdat je zo grappig uit die band hing. Met je benen zo in die band en de rest van je lijf zo naar beneden. Hoe noem je dat nou? Wat deed je nou toch? Vogelnestje. Ja, je was zo leuk. Vogelnestje. Omdat ik vroeger turnster was. Ik heb ooit de 3e prijs in de gymnastiek behaald op een turngala Dresden. Tot slot, Sineke, ze heeft 2 dagen poffertjes gebakken en met vluchtelingen het smurvenlied ingestudeerd. Ja, waar komen jullie toch vandaan? Uit Aleppo en Iran en Boketu heeft trek in een banaan. Dit was dan weer PVV-TV. Bedankt voor het kijken. Ja, in deze Bokito sleept zo Annemiek aan haar 100 meter door de tuin en dan spies ik haar op het hek van de familie Kalkman en dan noem ik haar Sjaslik. Sjaslik. En niet vergeten, zonder cadeautjes... leggen vluchtelingen het loodjes. Je ziet er niet uit als een aap.